Oranjetocht van Berg in het Zadel voerden de deelnemers donderdag van Dillenburg naar Nassau. Deze reportage begint in de vertrekplaats waar de avond voor vertrek een heus sportcafé werd gehouden. Onder leiding van Mr. Sportcafé Domien Esselink is menig gast geïnterviewd met veel ruimte voor hilarische anekdotes. De nacht wordt doorgebracht in de hotels en de plaatselijke sporthal waar ook een groep deelnemers is ondergebracht. Uitgerust na een goede nacht gaat het dus zoals gezegd donderdag richting Nassau. Voor de start legt Hans Tornij van de Nederlandse politie uit waaruit de begeleiding van de politie bestaat. Dat we door heel veel bondslanden rijden in Duitsland elke keer van Duitse politie wisselen. En dat is nog wel een hele opgave om elke keer de Duitse politie bij te praten. En zorgen dat we alles proberen weer op één lijn krijgen. Ik heb zelf twee motorrijders bij me en wij rijden zelf in de Beetle. En per dag, het hangt per dag af, krijgen we een verschillend aantal mensen van de Duitse politie. De ene keer zijn het er twee, de andere keer zijn het er zes. Je moet de voorbereiding goed doen, alle vergunningen. Dus ik heb heel veel contacten gehad met de Duitse politie in het voorveld. Om het allemaal goed te regelen. Iedereen was positief, maar het is wel heel veel werk. Omdat de grenzen in Duitsland onderling vaak groter zijn dan de grenzen tussen Duitsland en Nederland. Wij hebben alleen de auto's ter beschikking gekregen van de baas. En verder hebben wij allemaal besloten vakantie op te nemen en zijn hier vrijwillig. Ik heb natuurlijk ook in de familie kanker gehad. Mijn moeder dat is al lang geleden, 30 jaar geleden overleden aan kanker. Dus ja, ik vind de ziekte, die moet weg. Klaar. She sees straight through all its cool posing. She'll hold the leash, good dogs stay down. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for... Ze helpen elkaar allemaal, ook de berg op, de zwakkeren worden geduwd. We gaan met z'n allen weg en we komen met z'n allen weer aan, dat is heel belangrijk. Doordat de wegen heuvelachtig zijn, is het vaak moeilijk om ver te kijken. Dus moet je heel alert zijn met het feit van waar zet ik auto's neer en hoe beveilig ik dat. Om elke bocht kan weer een auto aankomen, dus lange rechte wegen zijn makkelijk. Maar met bochten en bergen is het toch wel heel alert zijn. Aan de andere kant van de berg of in elke bocht kan gewoon een auto staan. En die moet je goed kunnen beveiligen. Want het bestaande verkeer kunnen jullie een halt toeroepen, maar geparkeerde auto's die worden niet weggehaald. Nee, dat is ook niet mogelijk. We proberen het tegemoetkomende verkeer toch zoveel mogelijk te laten rijden. Als de weg breed genoeg is. Maar je blijft obstakels houden, wegwerkzaamheden, je blijft van alles houden. En daar moet je heel alert op zijn. Onderweg doen een dertigtal gasten de karavaan aan. In de vroege ochtenduren vertrokken ze uit Nederland en komen ze via de rustplaatsen in Nassau aan. Een van de gasten is Clemens Ros, voormalig staatssecretaris en thans voorzitter van de graafschap. Ros heeft diepe bewondering voor de renners. Ik vind het heel erg belangrijk dat we ons allemaal realiseren dat een ziekte als kanker ergens in jouw omgeving heel erg dichtbij is. En zowel vanuit de graafschap als ook vanuit het werk dat ik doe voor het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Is het helpen van die mensen die kanker hebben of hun familieleden is toch wel een heel belangrijke maatschappelijke taak. Dus bij de graafschap ondersteunen wij ook dit doel heel graag. In Nassau wordt het peloton verwelkomd door Bargse Jongens. Een muzikale vriendengroep die zich ook inzet voor Berg in het Zadel. Op het plaatselijk dorpsplein zorgde de Montferlandse muziekgroep voor veel sfeer. Het was een zware, maar mooie etappe met lekker weer. En zoals beloofd was er geen meter vlak en dat hebben we dan ook waargemaakt. Jij bent een van de mensen die betrokken is bij het samenstellen van de route voor deze tocht. Waar let je op bij de totstandkoming van de route? Nou, allereerst eigenlijk dat het door een heel mooi natuurgebied gaat. Ja, zodat er met mooie wegen liefst. En uiteraard dat er voldoende te klimmen valt voor de renners. Want uiteindelijk willen we toch allemaal de Tour de France eigenlijk een beetje evenaren. Je
zegt, mooi gebied, mooie wegen. Betekent dat ook dat je alles elke kilometer een keer rijdt voordat jullie daar overheen gaan? Ik denk dat er wel meerdere keren gereden wordt door een aantal verschillende mensen. Daar komt ook hoe de route samengesteld wordt. Tegenwoordig met het internet kun je natuurlijk heel veel al van tevoren elektronisch verkennen. Maar uiteindelijk moet je het toch allemaal narijden. En ook een paar stukken fietsen gewoon om de zwaarte aan te voelen. Hoe moeilijk is het om zo'n route samen te stellen? Want ik denk dat dat niet een avondje achter de computer is. Nou, daar begint het uiteindelijk wel mee. Een paar avonden achter de computer. Maar daarna moet je toch gaan verkennen, kijken of het haalbaar is. En vervolgens bijschaven, kijken wat andere verenigingen die fietsen mooi vinden aan hun gebied. Die kennen de weg vaak nog beter dan wij natuurlijk. En dan vervolgens pas je het gewoon allemaal bij elkaar totdat je een mooie route hebt. No mercy for the king, no mercy for the... Morgen de koningin er is? Waarschijnlijk wel. Hoe ziet die eruit? Heel stijl in het begin. Vervolgens gaan we wat afdalen. Het enige nadeel is dat vanmorgen liggen de pauzes wat ongelukkig verdeeld. Tot nog toe liggen de pauzes heel mooi verdeeld. Maar morgen hebben we na de lunchpauze eigenlijk 80 kilometer met twee verschrikkelijk zware klimmen erin met steile stukken. Dus het zal echt heel zwaar worden. En het schijnt ook weer met 30 graden zoals vandaag. Maar je hebt ze zelf bedacht, die bergen. Ja, die liggen daar nou eenmaal, hè, als je naar Bad Nieuwstrijven moet. No mercy for the soul.